van mij 20 plaat meegenomen. Ik weet niet of die deel staat. Nou wel. Want dan weet ik hoe de instellingen werken. En dat vind ik super aardig als ze het tussen willen doen. En dan gaan we snel beginnen. Als je dat rechtje met tik, kun je best wel hoog gaan zitten. Ja. Dan kunnen we in één keer eigenlijk ja, lekker hechten. Okay. Doe ik een klein stukje voor. Ja. En dan mag jij even toevoegen draad. Het is wel belangrijk met tikken. Het is ook wel belangrijk dat als je staal was, dat je ook staal toevoegdraad pakt. Ja. Voor RVS, RVS, aluminium natuurlijk. Ja. Maar je kan ook RVS aan staal verbinden, dan heb je een verbindingsdraad nodig. Oké. En dat is eigenlijk meer omdat je dan zeg maar in RVS zit groot en in staal niet. En als je gaat lassen, dan gaat de groot verminderen, waardoor dus het roestvrij staal zijn corrosievastheid verliest. En dan als je dan verbindingsdraad gebruikt, daar zit wel chroom in, dan blijft het RVS toch nog zijn kracht behouden, zeg maar. Ja, het beste is altijd even dit omdraaien, zodat je niemand zijn ogen uittikt. Ja. Ja, kan wel eens gebeuren. Ja. Ik zal hem ietsjes lager zetten nou. Wat ik hoor dat je eigenlijk het naadje nou gaat lassen, zeg maar. Dus dan begin ik op de kop, dan zet ik eerst een druppel. Dat niet heel, als ik nou zeg maar hier ga beginnen, dan gaat wel dit wegvloeien, zeg maar. Ja. En dan eigenlijk het beste wel op het einde ook eentje te zetten. Dat als je uitloopt, dat dat niet wegsmelt als je er komt. Ja, precies. En dan het belangrijkste is altijd om zoveel mogelijk steun te zoeken. Okay. Dus je kan niet tegen krampachtig, dat gaat niet, dan gaat het fout. Dus altijd proberen om steun te zoeken met beide handen, want ja, als jij gaat wiebelen met ook met je toevoegdraad, dan ga je ook terugzien in je las. Dus dat is het verschil met mikken. Okay. Dus dan ga je beginnen. Dan, hij zat voor mij nou te laag, maar ik denk voor jou dat het prima is. Okay. En ga ik gewoon een druppelen. Oké, dan staat het nog niet helemaal donker eigenlijk. Oké, dat moet er nog. Zo vasthouden toch? Hoe jij het fijnst vindt. Als jij het anders fijn vindt. Eerst altijd zo, maar kun je niet zo goed steunen. Nee. Dus ik denk dat het wel zo achterwege. Dat is ieder voor zich hoe die zijn toorts vasthoudt. En je vindt. Dat is gewoon je moet je weg in vinden hoe je fijn vindt. Kijken wat het smeltblad doet. Als je ziet dat hij zeg maar mooi dat soort waterig wordt, zeg maar, dan ga je druppelen. De stand van de toorts is ook het belangrijkste. Ik zie dat jij best wel rechterop zit. Het beste is echt onder een hoek van ongeveer 45 à 60 graden. Ja, ja. Ja, platter dan 45, zeg maar. Ja, ja, ja. Meer richting de 60 als. Ja, ja. Ja. Dus dat je de vlam dat je eigenlijk stekend last. Ja.
Nou, een stuk beter zien in ieder geval. Ja? Ja. Ja, dat scheelt, hè? Ja. Kun je echt focussen aan het veldblad, omdat je achter doet flitsen. Net wat je net deed, je stopt en je trekt weg. Ja, even erbij houden. En dan zorg dat die gas naast doet. Dan beschermt je last, dan verbrandt hij ook niet. Okay. En nou ook, zoals je ziet, als je op het puntje van je draad, dan moet je dan erop eigenlijk bijhouden. Ja. Dat is nou verbrand. Oh ja. Dan moet jij weer afdoen. Ja, ja. Brand is altijd slecht. Het is niet verkeerd. Nee, het ziet er goed op zich prima. Moet even de... Niet zo snel achter elkaar op. Ja, nou, dat is net wat je mooi vindt. Wil je grote schelpen, kleine schelpjes. Je kan ook vissen graag maken. Heb je ja, maar ooit verschillende dingen. We gaan een plas proberen. Kijk eens in de scherpte. De links is het. Ja. 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 Dat is weer eerst weer achterhoven, afdraaien. Dan weer rechter. Hoeveel? 90. Dus. Ja. Dan ga je in de hoek. Ja. Kan je een hekje zetten. Zodat die wordt aangehaald. Okay. De draagsnijd dan wordt er los. De stad. Die doen we hier ook. Zo. We doen hier een nieuwe omgeving. Dat is een leuke gat in de auto. Een gat in de auto. En nu houdt het niet aan. Ik was zo ziek. Ben ze doorheen gegaan? Ja. Nou, dan moet je nergens maar goed. Als je de stel je moet niet hebben, dan moet je gewoon eigenlijk gelijk beginnen. Een draadje in een kleine hefting. Laat een klein stukje worden. Dat er een punt iets verder is. Zou het hier weg staan? Dat kun je best doen. Ik zou het voor een raar houding moeten. En als het naar de honden. Dan kun je echt gesloten. We kunnen een klein lasje leggen, maar voor mij stond die eigenlijk te laag, dus dit is eigenlijk een koude las, die wil je eigenlijk ook niet hebben. Nee. Want koud is eigenlijk plak en is niet echt stevig, dan heb je eigenlijk geen goede inbouwing. Ja. Zo gaan we nog een klein stukje, dan iets hoger. Dat is wel mooi en duur. Ja. Ik denk dat het spel nou je wel beter ingebrand is. Ja. Ja. Ja.
in het begin had je misschien nog eigenlijk eentje zwart, dus wat hij wel beter aan smelt. Ja. Dat zie je ook, daarom is je lasje hier wat kleiner. Ja, goed. De verkleuring zegt eigenlijk alles. Hier ben je eigenlijk net iets te langzaam lopen, maar dat komt. Je staat ook op 95, misschien een beetje aan de hogere kant. Maar het ziet er echt goed uit, want kijk maar naar jouw las en mijn las. Weinig verschil. Ja, zijn constante. Ja, maar goed, thuis oefenen. Ja. Dat heb ik ook niet in een dag of vijf of zes geleerd, zeg maar. Dus gewoon, ja, blijven oefenen. Ja. Ja. Ja, allemaal. We zijn heel goed. Ja, je ziet het. Je hebt echt een hoekje. Dan hier hetzelfde. Het midden ook een eentje. Dat is een mooie hechter. Ja? Ja, zo moeten we hebben, zo moeten we hechten. Okay. En dan pakken we een nieuw stuk draad. We zetten hem wel even een heel stuk minder. Ja, dat maakt hoek op hoek, dus je hebt weinig materiaal om de achterkant te zetten. Dat merkt alleen wel voor jou, is dat hij denk ik net iets te hoog. Dus dan zet hem gewoon niet zo lang. En dan gaan we hem nog een keer dit hou je toch niet met stal tegen. Ja. Wil je dat gaan doen? Ja, dat wil ik ooit wel een keer gaan doen als ik oud en grijs ben. Het ziet er niet verkeerd uit. Oefenen, oefenen. Ja. Waarom is die in één dag gebouwd? Nee. Wat heb je? Een stuk dikker. Dit is 3-dik. Ja, is dat 3-dik? Ja, dit is 2-dik. Ja. Dit is 3-dik. Ja. Zo weer een oplas? Ja, is goed. Oké, dan gaan we eerst een stuk omhoog schroeven. En weer andere pin erin zetten. Maakt dat niet uit. Dat maakt niet uit. Geen specifiek andere pin te hebben voor. Deze helpen? Ja, hier wel, deze wel. Maar jouw wolfram die hoeft niet specifiek een andere, alleen voor aluminium. Oké. Okay. Oh, dat kan RBS en staal, dan gaan we met dezelfde. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, wij hebben die groene geloof ik nou, hè? Nou, we gaan staal erin zetten, maar ook. Speciaal heb je ook, voor RBS. Heb je die ook? Ja, dan kun je die ook al pakken. Ja, speciaal voor RBS. Ja, dan doen we die wel. Warmte inbrengen en de atomen gaan altijd wel weer terug. Ja. RVS daarentegen weer niet. Kun je ook geen voorbehandeling geven, warmbehandeling. Die atomen die gaan gelijk alle kanten op. Okay. Dat is eigenlijk op je hoofd, zeg maar.
1, 2, 3. Dan een druppel te leggen. Dus 1, 2, 3. We hebben hier een beeldscherm en hier ga je eigenlijk het programma al programmeren. Nou hebben ze tegenwoordig een app bedacht die het nog wel makkelijker maakt om te doen, waardoor we de beeldscherm niet meer nodig hebben, maar gewoon meteen naar het lasapparaat kunnen. Je begint eigenlijk altijd met een luchtpunt, dat kun je zien. En dat het plankje nog lichtblauw is. Dan maak je een punt en doe je hier met een donkerblauwe knop. En dan beweeg je hem naar het werkstuk.
Dan zet je hem eigenlijk vrij vlak op. Dan zet je hem op een puntje van de R. Dan maak je nog een luchtpunt. En vanaf hier wil ik starten met lassen. Dus dan hou ik hem 2 seconden in. En zie je, is hij ook donkerblauw geworden. Dan ga je naar het tweede punt. Maak ik nog een punt. Derde puntje toe. Naar de volgende letter. Dus ga ik eerst een klein stukje de lucht in. Dus hou ik hem weer 2 seconden vast. Ja. Ga ik de lucht in. En ga ik naar het eerste punt van mijn letter A. Ja. Dan maak ik nog een luchtpunt. En schakel ik over naar het lassen. En je mag hier maar kijken. Heel goed. Indrukken. En dan de bocht. Ja, om een bocht te maken moeten we hem wat langer inhouden. Ja. Hou je hem 4 seconden in. En dan zie je ook de lampjes gaan anders draaien. Ja. En dat betekent dat je een halve cirkel gaat maken. Ja. En dat doe je door, als dit bijvoorbeeld het beginpunt is, ja, dan staat hij al. Pak je een viapunt en een eindpunt. Ja. Wil je nou een hele cirkel maken, dan maak je hier nog een viapunt en maak je hier weer een eindpunt. Oh. Ja. Dus ik maak nou hier geen puntje, want die staat er al. Ja, dan ga ik op de helft van de bocht staan. Ja. Maak ik een punt. Ja. En op het einde. En op het einde. Dan schakel ik hem weer over. Ja. En ga ik naar het begin van de S. Ja. Maak nog een punt. En dan mag jij de S doen. Ja. Oké, 4 seconden. Ja. 1, 2, 3. Oh, even nog een keer en nou 4 seconden. Wat? Dan gaan we naar het viapunt. Hier toch eerst nog een punt zetten? Nee, die hebben we gehad. Dus dan gaan we naar de helft van de S. Ja, of daar inderdaad. Ja. Goed, dan gaan we naar. Ja, perfect. Ja. Nou willen we door, dus dan gaan we nog een keer een viapunt pakken. Dus dit is dan. Dus zou dat hier moeten zijn? Ja, perfect. En dan. Hier zo mogen. Oké, en dan willen we weer naar de veilige plaats toe. Dus dan. 2 seconden inhouden. En zet je hem weer in de lucht weg. Oh. Ja. Heel goed. Dan maak je nog een punt. Is dit een punt zo? In de lucht, als hij niks raakt, ja, dan is hij goed. Word je nou net, toen trok je bijvoorbeeld aan de torch, ja, toen je nog niet de rode knop had ingedrukt. Dus het kan zijn dat het puntje niet meer klopt. Daarom laat ik hem nou eerst draaien zonder dat hij last, zodat ik zeker weet dat het goed gaat. En daarna gaan we de lasinstellingen doen.
Daar moet jij mij bij helpen. Ja, dat ligt aan je amperage natuurlijk. Ja, je wist vrij dik natuurlijk. Ja, doe maar even een testronde om te kijken of hij het goed doet. Ja, hij piept dus ook wanneer hij gaat lassen. Ja. Misschien is het eigenlijk pas slim om hem gewoon helemaal te laten lopen. Dan weten we ook meteen dat je programma helemaal klopt, dan is hij in één keer goed. Ja. Ja. Zo, nu gaat hij dan even beginnen. Machines voor natuurlijk. De bovenste stuk, die kun je eraf pakken en die kun je dan bijvoorbeeld als jij boven op een trap moet lassen of zo, ergens bovenop, kun je de grote apparaat beneden laten staan en dan kun je de kleintje mee naar boven nemen, want hier zit ook de draadtaspel in. Dan zie je erachter een hele grote kabel en daar gaan de snoeren heen om alle stroom te bedienen en zo. Voor de rest zit hier het onderste apparaat zit wel de massa, maar het bovenste apparaat zit natuurlijk de toorts en dat ook. De draad zit eigenlijk hetzelfde als bij de e-sappen van de van. En ik heb een keer op een beurs een keer met een EWM gelast en ze las echt picobello.
staat nog een leuke machine. En die kan een randje aan een buis maken. Dus zoals hier heb je twee buizen tegen elkaar aan. Er moet een las overheen. En er zit dan een V-naad in. Die schuif je dan zo over deze machine heen. Die wordt nog op een of andere manier vastgeklemd. Dat weet ik niet hoe dat werkt. En je maakt er dan een schuin kantje aan. Dat kun je bij deze heel goed zien. Ziet, een mooi schuin kantje eraan. En dat doen ze dus met deze machine. Dus dat is super gaaf dat zoiets bestaat, want dan hoef je het niet op de sluifsteen te doen. Dan sta ik hier aan de werkplek. Hier komen apparaten binnen die ze moeten repareren. Dat is wel niet mooi, hè? Voor mij kunnen ze mogelijk laag doen. En dus ja, hier repareren ze eigenlijk alles wat kapot is. Voor klanten dan. Super vet. Zo, dat was hem dan. Ik heb een hele leuke dag gehad. Veel geleerd met TIG-lassen. En ook Nicky heel erg voor bedanken dat hij mij heeft geholpen. En we hebben nog even een rondje gekeken en bij de kobold. Dat was super vet hoe dat werkte. En nu sta ik weer buiten, dus de dag is weer voorbij. Ik wil Lector wel eens heel erg bedankt dat ik hier heb mogen komen. En tot ze mij geleerd hebben om TIG te lassen, daar ben ik super blij mee. Het is een keimooi bedrijf en als je iets voor lassen nodig hebt, ga dan zeker even naar Electrolas. Deel zijn video, hopelijk vond je mijn video leuk. Like en abonneer, tot de volgende keer.